wereld in. Wiede, wiede naar mijn eigen zin. Hi, Pippi Langkous, tollerie, tollerie, tolle hop, sa, sa. Hi, Pippi Langkous, wie doet haar eigen zin? 3 x 3 = 5, wiede, wiede, wie wil van mij leren? 4 - 5 = 2, diedel, doedel, doe eens met ons mee. Ik heb een huis, een kakelbond geval, een aapje en een paard, gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, op schoon ik heel graag reis, en ieder die mij mag, die rekent mee op onze wijs. 3 x 3 = 6, wiede, wiede, wie wil van ons leren? 4 - 5 = 2, diedel, doedel, doe eens met ons mee. Wat is er met jou, meneer Nielsson? Zou dat leuk zijn, naar de Stille Zuidzee varen? Joh, dat is reuze fijn, dat zul je zien. Maar hoe moet het nou met dat kleine muisje? Dit zal toch wel voor 3 dagen reiken? Hoe moet het verder, mijn kleine stakkertje, als ik hier niet meer woon? En als het huis op slot gaat? Het is misschien het beste dat je dan in een kaaswinkel gaat wonen. Er is een goeie naast het snoepwinkeltje, weet je? Hi. Hi, Pippi. Hi. Wat zien jullie er vrolijk uit, ze? Ook al niet grappig, hè? Dat kan ik nu nog proberen. Ja, dat is lollig. Ja, is geweldig lollig. Bijna hadden jullie je doodgelachen, hè? Is er iets dat jullie kan opvrolijken? Nee, niet vandaag, nu je weggaat. Jullie kunnen toch altijd hierheen blijven komen? Ook al ben ik het niet. Nee, we komen hier van ons leven niet meer. Maar jullie mogen met alles spelen wat er in de kasten ligt. We willen helemaal niks hebben. Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Het is 106 graden 4. 106 graden 4. Met deze wind komen we vandaag nog. Die houdt het wel. Ja, die blijft, ja. Maar dan gaan we zo verder. Even meten. Dat is 15, 15, 15, ja. 20 zeemijlen. 20 zeemijlen, ja. Jullie kunnen daar toch rustig komen rondklauteren? Alleen groeien er nou niet zoveel frisdranken meer. Want het is niet het goede jaargetij. Je kunt je toch wel in verstoppen? Nee, Pippi, we komen echt nooit meer terug. Nee, nooit meer. Nou, dag, Boom. Als ik onder de palmen zit op het Corredoete-eiland, dan zal ik eraan denken dat er hier een oude boom staat die frisdranken laat groeien. Kijk, hier zijn er alweer 2 rijp geworden. Pippi! Ja, zegt die ook nog. Is dat niet erg genoeg zoals het is? Pippi, lief.
werkt. Ga je werkelijk van ons weg, kind? Oh, wat zal het leeg zijn als je weg bent. Ja, ach. Je hebt je altijd verzet tegen opname in het kinderhuis. Ja, erg niet. Toch heb ik een klein afscheidscadeau voor je. Ja, lach me maar niet uit. Ik zal je zeggen dat het heus niet altijd warm is in de stille Zuidzee, hoor. De nachten kunnen werkelijk kil zijn. Ja, als ik 's nachts de hut uit ga, dan zal ik een lange wollen onderbroek aantrekken. Is nou goed? Hé, hé! Hé, hé! Dat is aardig dat je wat voor me meebrengt. Misschien denken de korredoeters wel dat dit bij ons een paradeuniform is. Dankjewel, tante Postelia. Hey, hup! Hey, hup! En hup, hey, hup! Hey, hup! Hey, hup! Hey, hup! 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 En hup! En think about it! Hup! En hup! 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 Zo, meneer Nielsen, nu gaan we dan uitvaren. Tommy, Annika, we moeten opschieten. Ja, we komen. Nou, niet zo verdrietig kijken, meneer Nielsen. We houden het leuk, hè? Maar Pippi, gaat je geldtas niet mee op reis? Hij is leeg. Ik heb geen geld meer. Wacht eens even. Kijk nou, die had ik nog in mijn zak zitten. Zijn voor jullie. Ik heb geen geld meer nodig als ik Korredoet prinses ben. Kom zeg, dan gaan we. Ik hang de sleutel hierop, dan kun je er altijd in. Nee, als jij weg bent, komen we er nooit meer in. Nee, nooit meer. Nooit meer. Kom maar, Witje, kom er mee. Dan zal je nooit meer op de veranda staan. Tot ziens, Willem Kakelbond. Je bent een fijn huis voor me geweest. En we hebben reuze leuk gespeeld. Nu zal ik verder in bamboehutten moeten wonen. Tot ziens. Stil. Het is gevaarlijk zo lang niks te zeggen. Je tong verdroogt ervan. Ik heb een slangenbezweerder gekend in Calcutta die 14 jaar lang geen woord had gezegd. Zijn tong verdroogde helemaal van voor tot achter, zodat hij niet meer kon praten. Oeh, boe, moe, moe, was alles wat hij zeggen kon. Thank you.
Gidolf, breng jij het paard aan boord? Oh, zeker, kapitein, ja. Bibi, jij komt bij mij. Dit is Uitzee. Het is nogal niks, hè? Ja, en het weer blijft goed. Ik moet nog even afscheid nemen van Tommy en Annika. Voortmaken, Pippi. Ik laat het anker lichten. Gisteren heb ik een vers voor je geschreven, Pippi. Tot ziens, lieve Pippi, jij gaat van ons heen. Maar bedenk dat hier alleen trouwe vrienden lopen die op je hopen. Pippi, het is tijd om aan boord te gaan. Tot ziens, Tommy. Tot ziens, Annika. Huil nog maar niet. Niet. Wat gaat helemaal niet? Ik kan niet bij je blijven. Papa! Licht ankers! Annika. Hou de loopplank in! Annika. Annika huilen, ze kunnen me niet missen. Papa, ik blijf in Villa Kakelbond. Wat zeg je nou? Wat bedoel je daarmee? Waarom wou je blijven? Dat moet nou eenmaal. Uitdag die loopplank, Fridolf! Oi, oi. Tje. Doe maar wat je wilt. Dat doe je altijd. Ja, pap, dat doe ik altijd. Naar het verre land ga je varen. Op een schip onder vaders bevel. Naar een eiland in de stille Zuidzee. Vaarwel, lieve Pippi, vaarwel. Nou, dan zullen we maar weer afscheid nemen. Maar je komt me toch wel eens gauw weer opzoeken? Daar kun je vast op rekenen, hoor. Natuurlijk kom ik gauw weer, kleine meid. Tot ziens, papa. Tot ziens, baby. Ja. Dag.
Gaat ze nou toch niet mee? Nou begrijp ik er niks meer van. Ja, mannen, gooi de trossen los. Naar het Stille Zuidzee. Hebben. Nee, dat hoeft niet hoor. Ik kom heus wel uit. Nee, wacht even. Je moet meer goudstuk hebben. Pippi, hier komt nog een tas vol. Waaraan? Ik pak hem wel. Blom, Blom, kom eens hier. Hé? Kijk eens even. We kunnen het proberen. Kom, Klang. Ja, kom maar. Ja, natuurlijk. Zo, we kunnen het proberen. Ja. Pippi, geloof jij dat je zo blij kunt zijn dat je er van dood gaat? Nee, dat geloof ik niet. Dat is toch gelukkig? Ah, Villa Kakelbond. Dat is ook geen bamboehut. Dat is geen palmboom. Hallo, welkom thuis. Welkom thuis. Ha, klein muisje. Wat heb jij gegeten? Het was door de hele kaas heen. Kleine schok op. Is het dan zo lekker? Als maar eten en eten en eten. Als je nou maar geen pijn in je buikje krijgt. Hé, hey, meneer Nielsen! Jij vindt het zeker ook weer het beste in Villa Kakelbond, hè? Pippi en Annika?
Laten we voetje van de vloer spelen. Is het werkelijk waar dat je weer blijft wonen in Villa Kakebond, Pippi? Daar zweer ik op. Jongen, wat zweer ik daarop? Maar zou je toch weer niet terug gaan verlangen naar je papa? Nee, ik weet nu immers dat het hem goed gaat. En als je weet dat het hem goed gaat, is het ook niet erg dat hij naar de Zuidzee vaart. Nou, ik zou nooit groot willen worden. Grote mensen kunnen niet spelen, hè? Daarom hebben ze nooit plezier. Nee, waarom zou je ook groot worden? Wie zegt dan ook dat je dat moet? Ja, maar dat moet je toch immers wel? Nee, dat hoeft helemaal niet. Tenminste niet als je krumuleutpillen hebt. Krumuleutpillen? Wat is dat nou weer? Als je die inneemt, dan hoef je nooit van je leven groot te worden. Het zijn gewoon erwten. Dat zeg jij, ja. Het zijn geen erwten. Dat zijn krumuleutpillen, zie je wel? Ik heb ze van een Indiaans opperhoofd gekregen toen ik zei dat ik niet groot wilde worden. Helpen die daartegen, die erwtjes? Ach, pillen wou ik zeggen. Ja. Maar het moet wel donker zijn als je ze inneemt. En daarbij moet je zeggen... Fijne kleine krumeleut, ik wil altijd blijven groot. Groot bedoel je zeker? Groot bedoel ik als ik zeg groot. De meesten zeggen groot en die groeien dan heel snel. Oh ja? Ik ken een jongen die zei groot, die werd zo lang als een giraf. En die kon zo de appels uit de boom eten. Oh, wat eng. Ik zou ze niet durven nemen. Stel je voor, je zegt het fout. Ja, maar je zegt het niet fout. Fijne kleine krumuleut, ik wil altijd blijven groot. Ziezo, dat is klaar, hè? Worden we nou werkelijk nooit meer groot? Niet zolang de krumuleutpillen hun kracht nog hebben. Maar ze hebben al heel lang in de kast gelegen. Pippi, je had zeerover zullen worden als je groot was. Hoe moet dat nou verder? Ach, dan moeten toch immer zo kleine zeerovers zijn. Zeg, en dan komt er iemand langs Villa Kakelbond over een jaar of 50. En dan lopen wij nog te springen te spelen. Ja. En dan komt er een oude dame aan. En die vraagt, hoe oud ben jij, mannetje? En dan zeg je, ik ben 59. En dan zegt zij weer, jij bent ook niet hard gegroeid. Kun jij weer zeggen dat je groter was toen je kleiner was? Groter toen ik kleiner was? Ja, als je ouder wordt, dan word je toch kleiner? Wat ingewikkeld. Wat ben jij lief, Pippi? Wat ben jij lief? Dag. Dag. Morgen komen we terug. Wat gaan we dan doen? We gaan naar de rivier proberen op het water te lopen. Maar je kunt toch niet op het water lopen? Dat heb ik ook niet gezegd. Ik zei, we gaan het proberen. Dag. Als ik niet geweten had dat het krummeleutpillen waren, dan had ik gedacht dat het gewone erwten waren. Ik ook. Ops. Kom eens, ik zie Pippi. Het ziet er eenzaam uit. Was het nu morgen, dan konden we erheen gaan samen. Als je erheen zou kijken, dan konden we naar de wuiven. Het is best fijn in Villa Kakelbond. Zo dicht bij Tommy en Annika. Het is maar goed dat ik hier gebleven ben, mama. En papa zit op zee. Midden op de donkere zee. Als hij me nog eens komt halen, dan moeten Tommy en Annika meegaan. 3 x 3 is 5. Wie wil van mij leren?
4 min 5 is 2. Diedeldoedeldoe, eens met ons mee. Ik heb een huis, een kakelbond gevuld. Een aapje en een paard gebruiken het gewoon als stal. Ik heb een huis, ofschoon ik heel graag reis. En ieder die mij mag,